In aflevering 5 van Mario Wonder gaan we de sneeuw in. Bowser Jr. zit weer boven in de wolken. En wij krijgen te maken met Outma Ways, Poke Pete. En deze condors zijn ook wel bijzondere vogels. Doe een duimpje omhoog voor deze video en vergeet niet te abonneren op dit kanaal. In de vorige video zei Florian dat we moesten gaan shoppen. Nou, weet je wat? Dan gaan we even shoppen. Dit is de blokkendoos en die laat blokken in levels verschijnen die als platform dienen, voorwerpen kunnen bevatten, et cetera. Oké, is goed. Doe mij maar één. Ik koop ook even een wonderzaadje. En een verrassingsbord. Die zijn ook altijd wel lachen. De zwemmende luigie. En de zwemmende gele toad. En de etende lichtblauwe Yoshi. Hoeveel kan je er kopen van die dingen, joh? We gaan nog even door, hoor. En dit gaat lekker. Dit voelt net als het openmaken van Pokémon-kaarten, joh. Oh, die had ik toch al? Kreeg ik nou een dubbele? Wat gebeurt er als je deze hele bingo kaart vol hebt? Het zijn er 144. Die had ik al! Oké, ik ga niet meer kopen. Die heb ik allemaal al. Ik vertrouw ze niet meer. Ja, ik ga deze badge wel even gebruiken. Ik ben benieuwd naar die blokken die er dan tevoorschijn komen. Dan gaan we testen in het Bluebird's Nest. Oh, oké. Oh, dank je. Dank je. Ik wist al even niet hoe ik naar de overkant moest komen. Maar thanks hiervoor. Dat was echt top. Oh, kijk. Hier kunnen we naar boven. Oeh, deze muziek. Deze muziek, die voel ik wel. Maar dan de remix. Wat is dit? Dit is de bubbel. Bubbel luigie. Let's go. Daarmee kunnen we vijanden vangen. Oh, dat is niet heel handig. Want ik had eigenlijk dat blokje daar moeten hebben. Maar het maakt niet uit. Ik ga hier naar boven. Yay, de eerste teamblokkie. Let's go. Jij mag even schieten. Ja, en dan ga ik deze die kant op schieten. Zo. En dan mag die kant op. Ja, dit is prima. Oh, die vijanden komen ook gewoon. Auw, die was flink raak. Wat een idee. Ik moet eigenlijk dat onderste blokje. Oh my god. Oh my god. Willen jullie alsjeblieft stoppen? Ik wou gewoon even dat blokje pakken. Nee. Dat had niet zo heel veel nut trouwens, om dat itemtekenblokje te pakken. Ja, doe maar. En jij ook. Ja, dan kan ik naar boven. Cool. Kijk, hier kunnen we ook naar boven. Oké, cool. Wow. Ja, wauw. Zeg dat wel. Hoppakee. Dat is de tweede. Oh, we komen ook nu hier uit. Ik weet niet of we anders hier ook uit waren gekomen. Nou, ik denk het eigenlijk wel. Zou daar wat zitten daar? Zou daar wat zitten daar in de hoek? Schiet eens nog zo'n ding? Huh? Kijk. Oh, dat was niet heel veel, maar het was wel wat. Lekker bouncen. Kan ik daar een bel op gooien? Ja, dat is de bedoeling. Oh, cool. Nou kan ik daar ook een bel op gooien. Zo. Kom, gooi die bel. Oh my gosh. Ik gooi weer mis. Oh, en nu heb ik hem ook verslagen. Nou, misschien. Als ik gewoon een jump maak. Dat ik het ook zonder die gekke springplank kan. Ja, cool. En daar is de derde teammunt. Dus die was hard nodig. Nee. Ik heb nog niet echt heel veel van die vraagtekenblokken gezien. Of van die nieuwe blokken. Blauwe blokken zouden dat moeten zijn. Maar ik weet niet waar ze zijn, hoor. Nou, oké. We gaan wel even door. Hallo, vogels. Zo, oké. Dit is ook top. Yeah. Zit hier trouwens een extra muntje ergens in het level? Of een extra glimzaadje? Ja, die zit hier ergens in het level. Moeten even opletten. Dat we daar nog voor gaan. Voor het extra glimzaadje. Ik doe even dit pounden. Kijk, daar is die. En nu? Oh, ik... Dit is hilarisch. Dit is leuk. Ja hoor. We gaan lekker bouncen. Bubble bounce. Doe de bubble bounce met mij. Dit is veel te grappig. Heel leuk gedaan weer. Er wordt gezegd dat dit de beste Mario-platformer is sinds de Mario-platformer van de Super Nintendo. Althans, de 2D-versie. Zijn jullie het daarmee eens? Is dit jullie favoriete Mario-spel? Laat het even weten in de comments en like en abonneer als je van Nintendo houdt. Dan ga ik nog eventjes door met rennen. En met springen. En dan speel ik even dit level voor jullie uit. Hoppakee. Yippie, let's go Luigi. Oké, waar gaan we nu naartoe dan? We gaan nu naar een plek waar we hier 5, maar liefst 5 van die glimzaadjes voor nodig hebben. Maar we hebben de 9, dus dat komt helemaal goed. We hebben namelijk alles gepakt tot nu toe. Oh, en dan mogen we naar de wolkenpiek. We gaan officieel naar wereld 2. En daar staat Bowser Jr. weer te wachten op ons. Hij zegt, ja, ik heb een prachtig uitzicht vanaf hier. Ja, nu nog wel. Nu nog wel, vriend. Maar wij komen eraan, hè. Zo, dit is de wolkenpiek, zegt prins Florian. En op de top moet ergens het koningszaadje te vinden zijn. Ja, die hebben we net gezien, hè. Bij Bowser Jr. Ja, dit is wel een flink level, die, hoor. Dit is level 1, de berghut van de wolkenpiek. Oh, maar dit is gewoon even een schat. We kunnen hier gewoon een schatje vinden.
En Florian die heeft het maar koud, koud, koud. Dit is de ultieme plek om te ontspannen. Je kunt er heerlijk de longen uit je lijf schreeuwen, zegt hij. Maar Bowser Jr. is daarboven. Wij krijgen het wonderzaadje van deze meneer en dan kunnen wij rustig gaan naar boven. Wat een lekker outfitje zo met de groen en roze van Luigi. Nou, het eerste zaadje hebben we binnen. En daarmee kunnen we hier over het ijs heen. Holy moly, wat is dit voor vraagteken? Dit is een speurtocht. Verzamel alle verborgen wondermunten. Oké, is goed. Oh, oké. Oh, ja, top. Oké, hier is nummer 1. Super. En hierin? Daar kunnen we in. Oh, daar komen we erachter uit. Kijk, daar is nummer 2. Lekker. Daarboven is nummer 3 trouwens. Ik denk dat die... Hoe kom ik daar dan? Moet ik hierop pounden? En dan komt er dan... Ja, lekker. Dan komt er een bonustaakje uit. Dat is 3. Oké, we moeten even hier kijken in al deze buizen. Nee, munten, nee, ook niks. Moet ik hier naar beneden? Oké. We moeten hier naar beneden. Top. Dat is nummer 4. Oh, ik heb de tweede overgeslagen blijkbaar. Kijk, daar zat hij. Daar was het verborgen blok. Wat ziek idee. Nou, leuk zo'n speurtochtje. Eens even kijken wat we hier nog meer hebben, hoor allemaal. Wat sta jij boos te doen? Dit is zo frustrerend, zegt hij. Ik wilde gewoon een fijn stukje klimmen, maar kijk toch eens wat er uit die vervelende, wat die vervelende kwast heeft aangericht. Ik wil naar de bergtop. Ja, dat moet je even wachten. Ik moet eerst even deze levels uitspelen, meneer. De ijsvallei van de Out My Way. Hoppa. Zo, lekker. Zijn sterke rakkers, jongen, die Out My Ways. Hoppa. Oh, kijk, kan ik hier naar boven? Ja. Even een aanloopje, hoor. 1, 2, ja. En dan hier... Oké, dat zat voor de rest niks bijzonders. Rustig, jongen. Doe eens even rustig, man. Wat krijgen we hier voor power-ups? We krijgen hier bloemen. Nou, helemaal prima. Dat wil ik wel. Ik denk dat dat wel chill is. Zo. Oh, die ijsblokken, jongen. Die is helemaal los aan het gaan, joh, die gek. Wil je daar alsjeblieft heel even mee stoppen? Dank u. Ik wil deze even naar beneden trekken. Oh, oeps. Sorry. Ja, kom maar. Dank u. Op je hoofd. En dan ga ik even door. Heb ik jou nodig? Misschien wel. Ik ga jou gewoon eens even zo... Oh my god! Ik vind ze wel grappig. Die Outma Ways die zijn wel concurrentie. Oké, deze gaan we pakken. En dan gaan we die daar tussen gooien. Bam, 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 bam. Ja, wat komt eruit? Oké, niet zo heel veel bijzonders. Spring op jouw hoofd, spring op jouw hoofd. Dan gaan we even hier naar boven. Zo. Jeetje man, wat een blokken allemaal. Moet ik deze pounden? Kan dat? 1, 2, ja. Top. Oké, hij heeft een blok daar met... ik wou dat... Ja, dat ging niet helemaal volgens plan, moet ik eerlijk toegeven. Hier aan het einde zit een 10 munt. Ik heb geen idee hoe ik daar kom. Ik denk dat ik ergens in moet vallen of zo. Zou ik hierin moeten vallen? Ik denk het wel. Dit moet het wel zijn. Oh, dit gat zit hier zo random. Ja, ik laat me niet nog een keer in de maling nemen. Jullie hebben dat in de eerdere video van mij gedaan. Althans, de game heeft dat gedaan. Toen heb ik een half uur lopen zoeken naar een plekje waar ik naar beneden moest. En ik wist niet dat ik daar naar beneden moest. Maar nu trap ik er niet meer in. Dit soort onzin. Hé, doe maar. Goed zo. Ik ga even mee met het blok. Dit is top. Kan ik gewoon chillen? Ik wou nog verder mee met het blok. Oké, gelukkig kan ik hier ook gewoon naartoe springen. Was niet een heel groot probleem. Zo, hoppakee. Yay! En dit is denk ik het einde van het level ongeveer. Of... Nee, er moet nog wat zijn. Er is nu nog wat. Zou die hierin zitten? Ja, die zit hieronder. Sowieso. Nou, let's go. En het level verandert weer. Moet ik gaan rennen? Ik denk... Oh, dit is een... Dit is... dit is een supergrote sneeuwbal. Lachen. Heel lachen dit. Er zitten ook allemaal sneeuwpoppen aan vast, joh. Dit is top. Dit is top. Ik vind het leuk. Ik vind het lachen. Ja, ik denk dat ik even moet wachten. Dit is toch geweldig. We gaan even hier naar boven. Oh nee. Ik moest er denk ik bovenop blijven. Misschien lukt het nog. Misschien kan ik hem alsnog... Te veel risico. We gaan nog steeds door. En ik ga even hier naartoe. En even hier naartoe. En dan hierop, denk ik. Ja? Cool. En nu? Oh, kijk, daar is die. Yo, daar is het wonderzaadje. Dit was wel ook weer grappig, hoor.
Dit was weer leuk gedaan. Jemig. Echt een fantastisch gamepje is dit. Oh, huh? Er zitten hier drieën. Ik heb er blijkbaar toch één gemist. Ik denk eigenlijk dat je misschien wel het level op de normale manier uit moet spelen. Om dat andere wonderzaadje te krijgen. Want de paal die staat er natuurlijk gewoon. Dus als je nou gewoon die paal pakt. Misschien krijg je dan dat, dat andere wonderzaadje. Dus op een gegeven moment kom je hier aan. En dan maak je dit blokje niet kapot. Maar dan ga je gewoon door. Ik denk dat dat hem is. Dat je hier het andere wonderzaadje krijgt. Ja, kijk, daar komt hij al aangelopen. Ja, dan kan je heel lang op zoek naar zo'n derde wonderzaadje in het level. Maar dan moet je hem eigenlijk gewoon op de normale manier uitspelen. Oké, we hebben hier even een tussendoortje. De Oudmawees ijsaanval. Oké, jij gaat mij aanvallen. Maar ik kan jou ook aanvallen. Oh, dit was het al. Dit was hem al. Oké. Dan hebben we hier de badge test, de muurklimsprong versie 2. Oké. Word ik dan beter in muurklim springen? Spring tegen de muur en druk op B om in één keer recht omhoog te springen. Ja, maar die wisten we al. Hier, en dan zo, en dan... Oh, het is oké. 1 en 2. Ja, oké, dit werkt. En dan zo. Oh, nee, dit werkt niet. Doe maar net zolang tot het goed gaat, hoor. Die doe je gewoon erin. 1, 2, omhoog en dan schuin. Ja, recht omhoog en dan schuin. En dan zo, en dan zo, en dan... Oh, nee. Oké, cool. En dan hier ergens was dat ding, toch? Ja, cool. Lekker. Gaan we die kant op? Ja. En dan hebben we hier een blokje. Bewegende blokjes. Zou ik daar nu al naartoe kunnen? Naar die kant. Ik weet niet of ik het haal. Denk het niet. Ja, lekker. Ik denk dat ik via deze kant moet. En dan zo. En mezelf dan strakjes maar even laten vallen. Hier zo. Ja. Oké, ik weet niet hoe ver ik nu naar beneden ga. Valt mee. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen, maat? Ik moet van tevoren springen. Ja. Ik moest niet wachten. Ik moest van tevoren springen. Oké. Oh, wacht even. Ik moet nog daar naartoe springen. Die wil ik halen. 1, 2. Yes! Lekker. Ik was bijna er voorbij gegaan, maar toch net niet. En dan hier de toren in. Ja, dit was weer leuk. Die challenges zijn wel vet, hoor. Hier moet je even je Mario skills tonen, toch? Ik ben benieuwd of jij die Mario skills ook hebt. Laat het weten in de comments of het jou een beetje lukt met deze game. Ik ben wel benieuwd. De Poké Pete's in de eeuwige sneeuw. Dit is een 1-ster leveltje. Deze zouden we moeten kunnen halen. Oké, daar komen ze. Ja, die zit lekker de alle sneeuw weg te halen voor mij. Oh, we kunnen ook olifant. Blijkbaar hebben we olifant nodig. Misschien is het makkelijker om sneeuw weg te halen met olifant. Kijk, die kan alles heel chill weghalen. Oh, ik heb een ster. Oké. We gaan... volgens mij voor zo'n beetje voor de eerste keer in het spel dat ik een ster heb. Ja, ik weet niet hoor. Ik kan daar natuurlijk van alles en nog wat mee doen, maar ik doe gewoon even chill. Hieronder zat een 10-muntje. Die gaan we eens even pakken. Oh, wat een ziek idee. Weg met die uil. Oh, ik heb al 1 10-muntje gemist, dus we moeten even terug. Oh, daarboven. Oh, die zit best wel op een makkelijk plekje verstopt, maar ik was er gewoon langs gegaan. Dan zijn we alweer op de helft. Kom maar, maat. Ja, lekker. Dankjewel. Hoppakee, dan kunnen we even door. Oké, wat is dit al? Die sneeuw zijn gewoon muntjes. Oh, daar kunnen we mee omhoog. Oké, dan moet ik nu dit allemaal weghalen, al deze sneeuw. Gaat dit op tijd? Ik denk het niet. Ik heb hier de 10 munt. Dat is lekker. Ik kan hier via onderlangs. Kunnen we deze pakken. Zo, omhoog. Dan hebben we hier een luigie munt. Ja, laat maar zitten hoor. Daar is die, daarboven. Hoe kom ik daarboven? Ik kan natuurlijk nu wel zo recht omhoog springen. Ik heb die badge net opgedaan. Ja, dat maakt het wel een stukje makkelijker, denk ik. Dan kunnen we even lekker recht omhoog springen. Dat ging top. Jee, en uitgespeeld. Ja, dit level ging lekker soepel. En dan moeten we hier nog eentje doen. Voordat we naar boven kunnen, richting Bowser Jr. Het is de luchtaanval van de Condarts. Oké, die doen net als dartpijlen, denk ik. Ja hoor, kijk ze gaan. Kijk ze gaan. Hallo. Nou, ik negeer ze lekker een beetje. Ik vind het helemaal mooi met ze. Kan ik hierin? Nee. Ik denk dat ik een en ander gemist heb tot nu toe. Maar dat gaan we later wel zien. Hallo, vogel. Eerste 10 munt. Oh, ik heb blijkbaar helemaal niet zoveel gemist. We gaan gewoon lekker door. Oef. Ja. We waren net op tijd met dit te doen. En wat is dit? Oh, dan gaan we naar boven. Dit is een stukje speciaal level. Yay. Het gaat nog steeds goed. Hoe gaat het met jouw bloem? Moeten we lekker tempootje maken, denk ik. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. We kunnen zo... Oh ja, dit is zo'n zweefding. Ja, lekker. Oh. Soepel dit. Zou daar beneden... Hier beneden is wat. Hier beneden is sowieso...
Hier beneden is sowieso niks. Ik voel me blazen. Ik had toch echt verwacht dat daar wat zou zitten. Kijk, gewoon zo, hierboven. Hartstikke idee. Oh, we gaan hier denk ik ook naar boven. Wow, wat is dit? We hebben opeens een of andere top-down game nu. Dit is wel sick. Oké, ik ga gewoon lopen, ja? Oh, jongen. Die vogels zijn vervelend. Oké, dan geef me even mijn power-up. Vogel, ik sta hier. Kun je naar beneden? Thanks. Dankjewel. Ik ga door. Ik moet hier denk ik wel op dit ding blijven, want anders gaat het fout. Ik kan trouwens helemaal niet vuur gebruiken nu. Oké, ga even weg, vogel. Ja, top. Top, we zijn er. Ja, je moet hier. Je moet hier zijn. Vogel, je moet hier zijn. Hier, ja. Top, dankjewel. Yay! Lekker. Jij moet even hier naar beneden. Dankjewel. Cool. Oh, ik heb nog een vogel nodig. Of misschien kan ik dit zelf. Ik kan dit zelf. Hoppakee. Oké, doe maar even op dit pauwblokje. Nee, je moet hier. Op dit pauwblokje. Hier. Hier zo. Doe maar. Dank je. Derde teamblokje. En jump. Ja, en nu kunnen we dus naar boven. Richting Bowser Jr. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die video. Mazzel.